NV Consolidated Industries Corporation, CIC, zal in verband met zijn 50-jarig bestaan tot het eind van het jaar schoonmaakpakketten doneren aan personen die het hard nodig hebben. De algemeen directeur van CIC, Kathleen Healy, gaat terug in de geschiedenis. Zij memoreert dat op 25 november 1967, 50 jaar terug, de eerste zak waspoeder uit de fabriek rolde. Het bedrijf is in de jaren 2000 gestart met de exporten. Healy zegt dat het CIC gelukt is regionaal door te breken. In 2010 is de waspoedergigant van Suriname gestart met twee extra fabrieken, met name een plastic en een vloeibaar fabriek, zegt Healy. 50 jaar nadat dat eerste pakje Wit Boy uit die fabriek rolde, zijn onze schoonmaakmiddelen niet meer weg te denken in Surinaamse huishouden. We exporteren naar 14 landen en behoort CIC tot één van de toonaangevende bedrijven in Suriname. Wij zouden hier niet zitten en hier zouden we niet bij zijn. Dit punt zouden we niet hebben bereikt als het niet was voor als eerste de aandeelhouders die hebben geloofd in een droom en die ook hebben geïnvesteerd in de droom. De stoomvoeters van CIC die ervoor hebben gezorgd dat de fundering voor de volgende generatie stevig is, dat het bedrijf nergens gaat. De medewerkers die dagelijks hun krachten geven. En ook vooral onze klanten binnen en buiten Suriname nu ook. Healy zegt verder dat de feestcommissie een creatieve manier heeft bedacht hoe het bedrijf zijn 50-jarig bestaan zal vieren. Een van deze concepten is het project 50-50 dat de directeur heel belangrijk vindt. Dit project is geïnspireerd door het Moeder- en Vaderdagprogramma van Apinti Televisie, waar CIC elk jaar aan meewerkt. U hoort ook chefkok Jetro Weert, die vertelt waarom hij aan het project 50-50 meewerkt. We hebben project 50-50 geïnitieerd. En in principe is dat we gaan vanaf de maand juli tot en met eind van het jaar, december, elke maand 50 projecten goed gevulde OZON donaties geven aan 5 mensen, families, gezinnen, instanties die dat heel hard nodig hebben. Of ook gewoon die dat gewoon verdienen omdat ze wat terug doen. Ik vind het een fantastisch project. Reden waarom is dat we weten allemaal hoe de situatie tegenwoordig is in het land. Het is voor bepaalde mensen heel erg zwaar geworden of zwaarder geworden. Niet iedereen kan bepaalde dingen permitteren, levensmiddelen, noem maar op, brood, noem maar op. En toen ik werd benaderd om dit project ook te trekken, of om een van de invloedrijke Surinamers te mogen zijn om dit project te trekken, heb ik dan ook gezegd van, weet je wat, is ook iets om terug te geven aan de gemeenschap. CIC is 50 jaar, is niet nu, zijn ze bezig ermee. Ze zijn heel ver gekomen, het is echt een Surinaams product en ik ben iemand die wel het lokaal product zeker stimuleert. Chef-kok Jetro Weert en daarvoor Kathleen Healy, algemeen directeur van de Consolidated Industries Corporation, CIC. Zij spraken tijdens een persconferentie die CIC heeft gehouden in verband met zijn 50-jarig bestaan. De persconferentie is gehouden in de vergaderzaal van CIC.